Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag maandag. En iedereen heeft vakantie, behalve ik. Niet dat ik super veel naar school moet, maar alsnog. En ik had een beetje haast, dus daarom begon ik niet vanochtend. Nou ja, het is 8:55. Dus ik moet zo wel gaan opschieten, want om 9:00 begint mijn les. En ik zit nu nog in de auto. Maar ik ga vandaag naar school toe, tot 11:00. En als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het super leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we beginnen met de video. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik zit weer op dezelfde plek als gisteren. Want ik heb gisteren helemaal niks meer gefilmd. Omdat ik daar niet voor echt in de stemming was. Dus dan heb ik het ook niet gedaan. Maar ja, ik ga vanaf vandaag ga ik gewoon weer filmen. Even kijken waar ik mijn camera neerzet. Zo. En ik sta nu voor school. Want mijn les begint over 2 minuten. Dus ik moet ook nog een klein beetje gaan opschieten. Maar ik moet nog heel even mijn spullen inpakken. Want mijn auto is echt een mega erg chaos. Want al mijn boeken liggen verspreid door de hele auto. Die ga ik nu erin doen. En dan ga ik naar school toe. En ik ga na school ga ik sporten met Am. Denk ik. Wel het plan. Dus daar gaan we wel van uit. En kijk, wat wil ik nou nog zeggen? Volgens mij ligt echt alles door de hele auto heen. De appel erbij. Oh, deze. Dus jullie zien mij weer na school. Oké, ik ben al een tijdje klaar met school. En ik ben nu met Am. En wij gaan even sporten. Oh, het is al 4:15, hè? Ja. Dus ja, dat wilde ik even melden. Want we zijn alweer... Nou... 5 dagen niet geweest. Ja, maar dat kwam ook al door Koningsdag en weekend en zo. Dus we gaan nu even sporten en ik zal even wat filmen. Ik ben terug van sporten met Am. Ik lig alweer in bed. En ik ga zo meteen even eten. Ik ben nu wat vlogs aan het kijken. En ik wilde echt super veel dingen doen gaan doen vanavond. Alleen mijn to-do-lijstje ligt nog op school. Dus ja. En ik ga nu even mijn vlog af-editen. Want dan kan ik hem zo meteen online zetten. Voordat hij morgen online is. Ja. Dus dat ga ik nu even doen. Het is vandaag dinsdag 6 mei. En het is super lekker weer. Ik ben ook wel wat bruiner geworden. Volgens mij valt het op de camera een beetje weg. Maar dat is wel zo. Als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het super leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En het is nu 12:00 bijna. Want ik ga zo naar school toe. Maar ik heb me helemaal klaargemaakt. Rokje aan. En deze trui. En ik ga nu naar school toe. Oké, het is nu 11:45. Ik moet 11:45 op school zijn, dus ik ga nu naar school rijden. En ik heb er echt geen zin in. Ik ben ook echt mega erg gestrest voor mijn examen. Terwijl dat is dinsdag al. Ja. Zien jullie mij nu zo? Ik hoop niet dat hij valt. Zo, even erkomen. Dus ik ga nu naar school. Oké, ik zit weer in de auto. Ik zit in de auto, want ik heb namelijk net gesport met Amber. En ik moest vandaag ook werken en naar school. Dus ik ben helemaal kapot. En ik ga zo meteen ook nog naar de bioscoop met mijn broertje. Ik ga jullie deze vlog ook uitleggen waarom ik de laatste dagen niks heb gefilmd. Want daar zit wel een reden aan vast. Maar ik ga nu even snel naar huis. Ga ik even douchen. En dan zien jullie mij zo meteen weer. En dan zien jullie mij zo meteen weer als ik naar de bios ga met mijn broertje. Maar... ik ga nu even rijden en concentreer op de weg. Oké, we zijn nu bij de bios. En mijn camera ligt nog in de auto. Waar we sowieso te veel voor gaan betalen. En ik heb popcorn. En wat heb je net gegeten, Hiel? McDonald's. McDonald's, ja. En naar welke film gaan we? We gaan naar True or Dare. Oké, Jul en ik zijn net naar True or Dare geweest. En het was echt een superleuke horrorfilm. Dus als je 16 plus bent, zeker naartoe gaan. Alleen het einde was echt super raar. Maar wij zijn nu weer thuis. Daar is mijn bordje. En wij gaan nu lekker slapen. Dus jullie zien mij morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag woensdag.
En het is nu 10:30 of zo. Ik ga zo meteen naar Daniella toe. En dat is mijn nichtje. En wij gaan vandaag de hele dag afspreken, waar ik super veel zin in heb. Ik heb wel net een allergische reactie gehad. Volgens mij valt het op de camera een beetje weg. Alleen mijn gezicht is echt helemaal rood. Maar mijn camera-instellingen staan best wel wit. Dus dat zie je gelukkig niet. Het is wel lekker weer, maar wel wat minder dan gisteren. En ik ga nu daar naartoe rijden. En dan gaan we vandaag 1 of 2 video's opnemen waar ik super veel zin in heb. Dus dan zien jullie mij zo meteen bij Daniela. Hij is al aan het filmen. Oké, wij zitten nu onderweg. Ik heb Daniela opgehaald bij haar thuis. En wij zitten nu in de auto. En waar gaan we naartoe? We gaan naar de Primarkt. Ja, we gaan naar Hilversum, naar de stad. En daar gaan we even winkelen. Muziek zachter zetten. En dan gaan we vandaag 2 video's opnemen, toch? Ja. En we zijn er over 5 minuutjes. En we hebben hetzelfde kettingje. Leuk, hè? Daan en ik zijn nu in Hilversum, in het winkelcentrum. Ik moet een klein beetje bukken. En wij staan nu voor de Primark. Want wat gaan we doen? We gaan kleding kopen voor elkaar. Ja, we gaan proberen 1 outfit onder een bepaald bedrag. Willen we onder 50 euro doen? Ja. Oké, dan gaan we proberen een outfit voor elkaar te maken. Ik weet echt niet. Oké, nee, dat komt goed. Het is moeilijk, hè? Ja, heel moeilijk. Mag van alles zijn. Een hele outfit onder de 50 euro. Het gaat je lukken, ik weet het zeker. Het wordt jij altijd. Het is moeilijk, hè? Oké, we hebben net even op de kinderafdeling gekeken voor Daniella. Alleen er was echt helemaal niks. Er was echt niks. Dus we hebben dit wel, maar de maten kloppen niet helemaal. Maar dit gaat ze even passen. En dan, schoenen werd hem ook echt niet. Dus het wordt hier iets van. Dit is het eerste, alleen het broekje is een beetje te groot. Ja. Maar het is wel een 134. Ik vind het shirtje wel leuk, hoor. Zo. Die vind ik heel mooi, ja. Die is heel leuk. Nice. Oké. We zitten weer in de auto. We waren net in de stad. Ja. En we hebben een paar dingetjes gekocht. Wat heb je gekocht? Nou, ik heb een jurkje toch? Ja, een jurkje gekocht. Ja. En we hebben nog een paar andere dingen gekocht, maar dat laten we zo nog even zien. Ja. En we wilden heel graag slijm gaan maken. Alleen de action daar. We hadden echt super lang gelopen. Oh. En toen? En toen opeens. Toen werd hij verbouwd. Ja, dus precies dit weekend. Ja. Dit weekend, deze dagen bedoel ik. Dus wij gaan nu even naar de action bij jou in de buurt rijden. Ja. Oh, hou de camera vast. Zo. En dan gaan we bij jou thuis gaan we slijm maken. Maar dat komt dan in een aparte video. Dus ja. Dan moeten jullie dat even in de gaten houden. Dus wij gaan dat nu eventjes halen, maar we laten zo meteen wel even zien wat we nodig hebben. Ja. Oké, we hebben net een video opgenomen. En Daan en ik gaan nu naar de auto lopen, want we gaan lekker Mackie eten. En ik heb mijn nieuwe jurkje aan die ik vandaag heb gekocht. Ik ook. Oh, het kaartje hangt er nog in. Oké, nu moet hij er wel uit. Maar dat doen we even in de auto. En daarna ga ik, weet ik nog niet, we gaan eerst even lekker eten. Oké, goedemiddag. Het is vandaag vrijdag. En volgens mij heb ik gisteren niks gefilmd, eergisteren niks. Maar ik ben net naar de kapper geweest en er is echt een super groot deel af. En het is een beetje lichter. En ik ben er echt heel blij mee. Ik vind het echt super, super mooi. De reden dat ik de laatste dagen niet heb gefilmd is omdat ik zoveel stress heb voor mijn examens dat ik het gewoon even niet aan kan. Die heb ik namelijk dinsdag. Dan ga ik wel filmen. Maar ik ben dus nu naar de kapper geweest. En ook al is er een heel stuk vanaf. Ik vind het heel mooi. Maar er is wel echt een stuk vanaf, zeg. Maar het is nu wel veel gezonder. Dus ik ben er heel blij mee. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En Jo en ik gaan even croissantjes halen. En mijn haar is zo kort. Het is wel echt korter, Jo. Ja. Ik vind echt dat ze een heel groot stuk heeft afgehaald. Ik zei, ik wil echt zo lang mogelijk houden. Maar ja, het was ook wel heel dood. We gaan dus nu even met de auto croissantjes halen. En dan gaan we vanmiddag naar de... Meen je? Naar de dierentuin. Oh ja. Oh ja, dat was heel erg vergeten. En
Heb ik gisteren eigenlijk nog iets gefilmd? Nee, maar ik was ook super moe. Want ik moest in de ochtend zo vroeg werken. Oké, maar gaan we dan eerst naar het tuincentrum of gaan we eerst croissantjes en make-up halen? Eerst even naar het dorp. Eerst naar het dorp? Oké, dan zet ik hem even in het derde huis. Oké, dan zijn we even kleurtje halen. Oké, we hebben de auto geparkeerd. En wij zijn nu in Blijdorp in Rotterdam. Want we gaan naar de dierentuin, dat had ik net gezegd. Wat ik vandaag aan heb is een zwart shirt dat heel te warm is. En mijn nieuwe panterrokje van de Sting is die. En we hebben een hele mooie parkeerplek vooraan. We gaan dus nu naar Blijdorp en het is echt super druk. C'est de mes nos pas quand tu es trop couillon. Rien ne vaut un mea culpa. Des coups de cœur, des coups de fou, des amoureux qui recoulent. Des coups de blues, des coups de spleen, la mode, des coups de vie. Des coups de chaud, des coups de froid, des coups de dé, du courage. Sur un coup de tête, c'est sa vie à la campagne. Rouler, débouler, toucher, couler. Sur le pas de sa porte, passer un bon coup de balai. Au coup de pied, préférer les coups de main. C'est un peu tort de coup au coup, pour le coup. Ici le maniement des coups devient un véritable coup de maître. Car à tout ça, du coup de pied, nous on préfère les coups de main. Ici le maniement des coups devient un véritable coup de maître. La vie se résume à des coups. Oké, we zijn al echt 5 uur of zo in het park. En mijn camera was al aan het begin leeg, dus ik heb echt alleen maar een paar sfeerbeelden gefilmd. Maar ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik ben echt moe. En mijn haar is zo kort. Ik kijk er echt de hele tijd naar. Ik vind het wel heel mooi. Oh, daar is mama. Oké, maar dus als mijn camera uitvalt, film ik misschien verder met mijn telefoon. Maar hij valt al de hele tijd uit. Oké, ik ben terug uit de dierentuin en wij gaan nu uit eten. Mijn camera is leeg, dus die laat ik hier. Maar ik zal wel het eten wel even filmen met mijn telefoon. Dus daar ga ik nu naartoe. Ik had helemaal gezegd dat ik het eten ging filmen, maar ik heb helemaal niks gefilmd. Maar nu heb ik een lekker ijsje. Kijk hoe zielig staartje ik heb. Oké, ik ben terug vanuit eten. En mijn camera is een beetje opgeladen. Ik ga hier bij de vlog afsluiten, want ik was hem aan het editen. En hij is echt super lang. Dus ik hoop dat je de video leuk vond. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het super leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan zien jullie mij snel weer bij een nieuwe video.